En nu zie ik dat hier opeens een Pikachu is buiten met een kerstmuts. What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik praat heel erg snel en het is heel erg laat en het is heel erg donker. Maar ik weet niet of jullie nog Pokémon Go spelen. Ik in ieder geval af en toe wel. En nu zie ik dat hier opeens een Pikachu is buiten met een kerstmuts. Ik weet niet of jullie die al gezien hebben. Het is een nieuwe update of zo. Daar zo, in het midden, bovenaan, zie je dus een Pikachu met een kerstmuts. En ik ga hem proberen te vangen, want er staat tegenwoordig ook bij waar dat dan is. En hij zegt vlak bij mijn huis. Dus ik ga het gewoon proberen. Let's go! Oké, staat hier iemand in de auto achter mij? Daar zo. En ik vraag me af of die ook aan het jagen is op een Pikachu met kerstmuts. Ik weet nog wel, in het begin van Pokémon Go, toen was echt iedereen buiten. Zaten we met z'n allen hier op die bankjes gewoon Pokémon Go te spelen. Oh, ik moet wel uitkijken dat ik niet word aangereden door een auto. Kijk, dat felle lichten zijn dus de lichten van een auto. Maar in ieder geval, ik ben nu bij de juiste Pokéstop. En hier zou die dus ergens moeten zitten. Ik heb in ieder geval mijn Pokéballs binnen. En ik heb mijn Super Potion binnen. En ik hoop dat die ergens spant. Oké, ik heb de Electabuzz die hier hoort, die spant wel. Maar de Pikachu nog niet. Kijk, hier zien we de Electabuzz. Electabuzz. Die laat ik even lekker zitten. Wow, maar die is wel 1433 CP. Dus die ga ik sowieso nog proberen te vangen. Kijk hem. Pikachu. Hier is die. Pikachu. Maar hij heeft geen kerstmuts. Hij heeft geen kerstmuts. Ik ga hem wel proberen. Ik was heel enthousiast. Ik ga hem wel proberen te vangen. Come on, Pikachu. Come on. Ik moet natuurlijk gewoon een Ultra Ball gooien. Dit is best wel stom eigenlijk voor mij. Twee. Ah shit. Oké, hij begint echt heel fanatiek te springen. Heel fanatiek te springen. En ik kan niet gooien met één hand. Hop, hop. Kom op jongen, kom op. Mijn batterij is bijna op, mijn batterij is bijna op. Twee. Nee! Oké, ik heb even een curvebal gegooid. Dus die kon je niet zien. Hopelijk gaat het nu beter. Ja! We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! We hebben hem! Pikachu was caught. En is dit dan een speciale? Is dit dan een speciale? Nee. Volgens mij is hier echt helemaal niks speciaals aan. Oké, jongens, we zijn weer thuis en ik heb de Pikachu met de kerstmuts gevangen. Alleen is er volgens mij niet zo heel veel bijzonders aan. Het enige wat er bijzonder aan is, en dat zal ik even laten zien, is dat hij hier in het overzicht een kerstmuts op heeft. En voor de rest is het volgens mij gewoon een normale Pikachu. Best wel een leuke actie. Hebben jullie al een Pikachu met kerstmuts gevangen? Laat het me weten. Pokémon Platinum vlog komt een dagje later dan naar online in blablabla. Wat ik dus wou zeggen is dat de Pokémon Platinum video een dag later online komt in verband met deze video. Doe een blauw duimpje omhoog als je nog steeds meer Pokémon Go video's wil zien. Abonneer op mijn kanaal en dan zie ik jullie later. Mazzel!